Lekker weer komt eraan, wil je erop uitgaan? Voor je eigen gezondheid komt de SS met blote vuisten je van het park slaan. Vroeger zeiden we artsen en experts, nu is het complotdenker. Mark, Hugo en de Nos weten het beter. Rutte in het kotshuis met Kut Kaag. En ze zitten allebei op schoot bij Klaus Schwab. BLM was in winterslaap. Waar was je 14 maart? Toen wij vochten voor ons menselijk bestaan. Rutte in het kotshuis met Kut Kaag. Farid zat fout, ze zit niet op schoot bij Rutte. Mara kop ligt in de schoot van Klaus Schwab. Iedereen laten vallen en anderen afvallen. Achterbak ze likt ze staatszonde. Dan gaat je belastinggeld echt zonde. Ja man, wij doen een bakje zonder koffie. En zonder dit gezeik. Een bakje zonder kappie en zonder COVID-paspoort. En dat was toch een complot? Dat kan helemaal niet. Dat is een complottheorie. Nou, toch even mijn booster gehaald. Soms moet je niet zo koppig doen of eigenwijs. Je doet het tenslotte voor een ander. De eerste informatieve flyer gaat zo meteen een feit zijn. Ik kan het vast wel even laten staan, het is hier zo veilig. Meteen een goede plek uitgekozen. Dat is de eerste, die is een feit in Spanje. De vrijheid en het verzet komt hier wat later aan, maar we zijn er. Ja, met die kapjes is het echt een beetje een act hier. Want je komt hier binnen, niemand heeft hem op. En zodra jij dan binnenkomt, doen ze ineens de kapjes op. Laatst ging ik vis halen en wou het ook doen. Ik zei, joh, hoeft niet. Ik draag hem zelf ook niet. Weet je wel. En gisteren ook met betalen bij de Carrefour moest ik dan het geld in een bakje doen. Want hij mag niet van je aannemen. Het is echt een show, een act. Weet je wel, het is een stukje toneel. Maar ja, goed, we zijn koffie aan het drinken. Als ik 's ochtends geen koffie heb gedronken, dan vraag ik me vaak de rest van de dag af of de dag überhaupt wel eens begonnen. Dus de dag is niet begonnen totdat ik mijn koffie op heb. Nou, shoppen in de Canada bevalt prima. Geen gezeur, niemand vraagt je wat. Dus keert ja, je weet het wel denk ik. Dan ben je echt goed. Zie je, niks aan de hand. Nou, uiteindelijk heb ik toch verantwoording af moeten leggen. Meerdere keren. Die eerste security was gewoon cool, daarom moest ik stoppen met filmen. Ze lijken de grondwet wel te herkennen, alleen zijn Nederlands was niet zo goed. Maar hij had er wel begrip voor en je weet wat ik zeg, liever de grondwet om mijn nek dan een melkkorf op mijn bek, toch? Maar uiteindelijk hebben we meerdere keren verantwoording moeten afleggen, dus we hebben het er maar bij gelaten. Maar het kan dus wel. Ze hebben gewoon begrip en ze zijn gewoon super aardig. Van hem ook een schouderklopje, zijn no problem sir uiteindelijk. Dus super chill, super relaxed, alleen je wordt wel een beetje zenuwachtig. Maar ja, daar is de auto al. Ja, in Nederland draag ik hem niet eens, weet je. Het is puur voor het buitenland, snap je. In Nederland loop ik gewoon door, maar hier is dat wel fijn. En ja, ze hebben gewoon respect voor me, ze begrijpen het wel. Ja, dan heb je ook wat, hè. Ja, en dit soort zaken, het is natuurlijk wel verbaal. Maar ja, ik moet ook wel eens naar de volgende supermarkt. Maar hier moet je dan wel verantwoording afleggen. Want ze vinden dan dat jij hun nodig hebt. In plaats van andersom. Dus bij die kleine winkeltjes vinden ze gewoon cool, vraagt niemand wat. Maar hier in grote zaken moet je wel verantwoording afleggen. Maar die security was meteen cool. Ik zei, ik heb een medische uitzondering. En ja, ik zeg altijd, ik heb liever de grondwet om mijn nek dan een melkkorf op mijn bek. Dat is een afweging die je maakt. En ja, in Nederland hoef ik helemaal niks te dragen, maar in het buitenland wel. En het werkt prima. En ik heb wat ik nodig heb. Ja, ik heb al een kop koffie gehaald. Nou, het schijnt dat je nergens naar binnen kan zonder een COVID-certificaat. Dat staat dan op de deur. Maar eigenlijk
doen ze helemaal niet mee met dat gezeur. Je kan gewoon je koffie halen. Ik ben er niet gaan zitten. Ik drink hem op het strand, want zo ben ik. Ook geen mijlkorf. Niemand doet moeilijk erover. Ik vind dit heel interessant, dit bord. De afstand hier is niet 1,5, maar 2 meter. Maar als je een parasol hebt, moet je 4 meter afstand houden. Dat snap je toch wel? Dat is toch wel logisch. Popo gunt die bak niet. Checken de papieren. Parlement gunt niet. Samenleving vernietigd. Nierenberg 2.0. Breng smiechten tot hun knieën. Je gaat zien. Noem ons maar die doorzetters. Net Memphis op mijn calls. Achter calls, snel rennen. Prioriteiten goed stellen. Heb ik alleen door om te chappen. Ga ik niet van mijn hoofd naar de kapper. Maar voor brood naar de bakker. Ja, toch. Ik ben in het veld, score en ik bal. Mijn hater thuis neemt nog een bitter bal. In het veld, ik speel voetbal. Mijn hater die bestelt nog een bitter bal. Laten we alsjeblieft ophouden over dat dit virus niet gevaarlijk is, dat het maar een griepje is, dat het alleen de ouderen zijn. Ga dat soort taal alsjeblieft in een podcast met Lange Frans doen, maar kom daar bij mij niet bij aanzetten, voorzitter. Die nevenschade is uitgerekend, maar niet door uw partij, want u bent geen ondernemer, u heeft er geen last van. U gaat gewoon door met bitterballen eten. U gaat straks hier, in het ledenrestaurant gewoon weer à la carte eten. U heeft er geen enkel effect van, dus ik vind dat u een toontje lager moet zingen.